Er is de afgelopen dagen wat ophef ontstaan rondom de eerste uitzending van Rioolratten Ontmaskerd. Inmiddels is de storm een beetje gaan liggen. En ik dacht dat het wel goed is om even in een filmpje te reageren op alle reacties die het heeft losgemaakt. Eerste reactie van Merel Ek zelf. Ik had gehoopt, misschien tegen beter weten in, dat ze haar fout recht zou zetten. Zeg Rad van Forum voor Dictatuur. Aan al die kijkers dat filmpje die van jou, verkeerde been heeft. Daar staat duidelijk hoorbaar maar dat Merel iets gezegd heeft dat ze het anders had moeten formuleren. Om haar waarom draaf je daar toch zo op door, stinkende rioolrat? Ik kende weliswaar dat ze niet had moeten zeggen dat liquideren ook wegsturen kan betekenen. Ja, dat is ook simpelweg onjuist. Volgens het synoniemenwoordenboek kan het ook betekenen verheffenen of opheffen. Kunnen worden uitgelegd. Staat de rioolrat politicus wel in het woordenboek van jou? Natuurlijk kunnen in zijn algemeenheid woorden vaak op verschillende manieren worden uitgelegd. Maar het woord liquideren, als het over een persoon gaat, niet. Hou nou toch eens op te etteren over liquideren, smerige rioolrat. Volgens geen gerespecteerd woordenboek. En ik zal Emel raden, jouw woordenboek, dat is toch van de nazi? Dat ik in die interruptie met Mark Rutte, waarin hij loog dat hij het boek van Klaus Schwab niet kende. Zelf je bedoelt dat lange neuzenversie van de Frederik Zet? Je denkt toch niet dat ieder weldenkend mens boeken leest met een waarheidsgehalte van Donald Duck? Dat doet alleen het Forum voor Dictatuur. Dat is toch zo kinderachtig. Klaus Schwab heeft gestuurd, dus dat had ik niet moeten zeggen. Maar mijn punt blijft staan dat Rutte wel degelijk boeken ontvangt en brieven stuurt. Natuurlijk ontvangt Rutte nee, boeken dan en stuurt zou mijn brieven. Hele punt daarvoor is eruit hij politicus. En zou de enige juiste reactie een excuses zijn. Dat Merel niet gewoon even netjes haar excuses aanbiedt aan alle kijkers die ze heeft. Volg Merel niet zo goed, maar ik heb er nooit allerlei iets van haar meegemaakt waarvan ik heb is een gezegd gemiste ze misleid. Ik heb haar de kans gegeven. Dat ligt anders om bij haar het Forum voor Dictatuur. Die doet niet aan het liegen en bedriegen. Te verlaten. Je denkt toch niet dat er wel denkt dat iemand die vieze ratklauw voor jou wil schudden? En zingt ze zo mogelijk nog dieper het riool in. Merel zeg rioolrat. Weet dus jij wel hoeveel bedreigingen Merel gehad heeft? Dood bedreigingen en verkrachtingen. Hoewel het Forum voor Dictatuur daar niet verantwoordelijk voor is, neem ik aan. Ligt een deel van die schuld toch wel bij het akelige filmpje wat jullie gemaakt hebben. Buitengewoon interessant hoe dit. Vind je het zelf leuk dat jij verkracht wordt? Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand zijn pik in jouw smerige kont durft te steken, hoor. Om 1:00 PM publiceerden we de video. Die was vrijwel meteen de hele dag trending op alle social media. Maar vanuit de politiek. Het is logisch dat die rioolraad politiek filmpjes van jullie graag gezien worden door die achterban van jullie. De ene na jullie de sturen andere nu een mailing weg van er is weer een nieuw filmpje geplaatst door het Forum voor Dictatuur. Komt dat zien. En ze vliegen als bijen op de stroop af. Direct daarna volgden alle media. En ook hier allemaal precies hetzelfde verhaal, exact hetzelfde. Als iedereen hetzelfde verhaal heeft, dan betekent het gewoon dat het Forum voor Dictatuur echt overbodig is. Onderling is afgestemd. En we moeten ze dan toch maar elimineren of liquideren, maar net wie je zelf wilt gebruiken als ze maar oprotten. Dat het geframed zou moeten worden als intimidatie en zo ongeveer het ergste dat een politicus ooit in de afgelopen decennia heeft gedaan. Een nieuw dieptepunt. Toen in de jaren 80 van de vorige eeuw CP86 aanwezig was, toen dacht iedereen, dit is het ergste wat ons kan overkomen. Maar nu, en dat wordt dan gezegd niet alleen door journalisten, met die kutpartij, die rioolraad en politiek bedrijft, om ongehoord Nederland, het blijkt nog veel erger te kunnen dan CP86. Omdat we een keer iemand met een onwelgevallige mening hebben laten uitpraten en onvoldoende zouden hebben weersproken. Over een aanval vanuit de politiek op de vrije pers gesproken. En wat ook heel erg zou zijn, is dat ik de term rioolrat heb gebruikt. Nou, toegegeven, dit is inderdaad geen diplomatiek taalgebruik. Het is ook provocerend, dat wist ik van tevoren en ik heb er toch bewust voor gekozen.
Het is de oppositietaak om kritisch te zijn tegenover de regeringspartijen. Het wil echter niet zeggen dat men moet oproepen voor moord en doodslag en verkrachting. Iets wat het Forum voor Dictatuur wel doet. Sommige mensen hebben een andere stijl. En dat je de naam rioolrat gebruikt, jouw zaak. Je bent zelf een rioolrat. En ik schaam mij er niet voor om dat te vertellen. En rioolratten vond ik toepasselijk, omdat dit bij uitstek een term is die gangbaar is voor journalisten die rioljournalistiek bedrijven. Kijk eens om je heen op internet. En vervolgens wordt dit zo groot. Bij die extreemrechtse partijen die zogenaamd ook politiek bedrijven. Het zijn allemaal ratten bij elkaar en het zijn allemaal jouw vriendjes. Levensgevaarlijk is, aanzet tot geweld. Het is niet serieus te nemen hoe erop gereageerd wordt. En wat het extra lastig maakt om hier wat van aan te trekken, is dat die kritiek hoofdzakelijk komt van mensen die zelf alles behalve fatsoenlijk zijn en alles behalve diplomatiek taalgebruik hebben. Ik voel me aangesproken, Drablo. Ik gebruik zeker geen politieke taal. Jij bent wel een rioolrat. Journalisten die ons fascisten en nazi's noemen. Nou, als er iets is dat mensen activeert om geweld tegen ons te rechtvaardigen, dan zijn het deze beladen termen wel. Top. Jullie zijn fascisten en nazi's. Het geven jullie zelf openlijk toe. Goed en toe te jeugen en hopen dat hij de oorlog in Oekraïne. En iedereen weet hoe de Russen zich misdragen in Oekraïne. Duizenden burgers vermoorden. Hoort allemaal niet bij de oorlog, maar de Russen doen het wel. Hoort helaas bij het vak. Het maakt mij alleen maar sterker en strijdlustiger. Maar waar ik niet goed tegen kan, is dat juist de mensen die zich... Wordt niet lid van het Forum voor Dictatuur. Dat kost je €25 per jaar. En die oplichters die worden daar slapend miljonair van. Het enige wat ze terug doen is wat leugens vertellen. En met een beetje pech krijgen we een burgeroorlog door hun toedoen. Het feit dat ik het gesprek heb opgenomen en...